Goedemorgen. Dus dat is het. Hier moet de schoorsteen opgewetseld worden. Ja. Helemaal origineel natuurlijk, helemaal op de grond te maken. En dan wordt hij er naar de hand opgehezen. Ja. Ja, gisteren was niet zo best, hè? Oh, je was gisteren al begonnen? Ja, gisteren had ik verdeling erop gezet. En, Ja, want ik heb gisteren Bart gezien dat hij dus... aan het stellen was. Aan het stellen was, ja. 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 Dus nou wordt de schoorsteen gemetseld? Ja. Hij wordt hoe hoog? Ja. 2 meter, denk ik? 2 meter. Ja, hij wordt 1,80 uit de vorst vandaan. 1,80 uit de vorst? 1,80 uit de vorst. Dus... Hij zakt natuurlijk nog het dak in. Ja. Nee. En de rest moet er bovenuit steken. Het is een engelsteens. Ja, zo wordt hij. Zo wordt hij. Zo wordt hij. Nou, we gaan eens kijken. Nu kunnen we er nog in kijken. Ja. Dat zijn lood. Dat zijn kropgoten. Een kropgoot. Ja. Dit is een kropgoot. En wat is een kropgoot? Nou, dan het water wat binnenin naar beneden loopt, dat valt. In die goot. Ja. En dat wordt dan afgevoerd naar buiten. En die doe je op verschillende hoogtes aan alle kanten eentje? Ja, nou ik ga nu hier het laagje metselen. Dat is daar. Ja. En dan doe ik er ook hier een op. Ja. En dan de volgende laag gaat er dan eentje zo. Zo, ja. En die loos dan in die andere? In die andere. Ach. Zie je? Ik zal het van de andere kant meenemen. Dus dat loos dan zo in die andere? Ja. Dat is mooi. Dus deze twee die komen op de en dat grijpt ook in. En dat grijpt ook in ook hier ook. Hier, dat het echt erin valt. Ja, dat het erin valt. Zie je wel. Schitterend. Dat het erin valt. En zo komt er dus geen water naar binnen? Nou ja, alles wat water wat langs de muur, langs die binnenwanden naar beneden loopt, dat loopt daarin. Maar je kunt het nooit reinigen. Nee, dit. Is helemaal, kijk, is helemaal omgezet hier. Ja, ja, ja. Dubbel. Dubbel. Zo, hé. Hey. Ja, hij is zwaar lood, hè? Dat het niet gaat hangen. Ik zie het. Dat niet gaat hangen. Een kropgoot. Kropgoot. Hebben we weer wat geleerd? Ja. En nu gaat de volgende kropgoot erin. Kropgoot. Ja. Als ik later had gekomen, had je er niks meer van gezien? Alleen een stukje aan de buitenkant. Ja, alleen een stukje aan de buitenkant. Ik zal er ook volgende keer als ik voorbij een oud huisje fiets, erop letten. Ja. Nou, zoals daar ook, daar zitten ze ook in. Ik ga even kijken. Kijk, daar zitten de kropgoten. Kropgoten ook. Daar kan ik anders doen. Of het ervoor gemaakt is. Ja, er zit nog een beetje lengteverschil in. Ja, precies. Nou, dat is een hele heerheid. En hoe doe je dat nou als er bijvoorbeeld straks nog wat specie invalt? Nou, deze wordt een beetje een probleem, maar hier een latje doorheen steken. Oh, je steekt een latje er doorheen? Ja. Hey, Rob was erbij. Ja, ik hang het wel nog heel lekker met de haren. Het schiet al op, hè? Ja. Zo met het zonnetje erbij. Ja, lekker. Worden dat de laatste teentjes? Nou, de 2 lagen nog zo. Ja. En daar stokken erom vandaan en dan ga ik uitbouwen. Dan gaan we uitbouwen. Nou, prachtig. En dan zijn de kropgoten nog schoon gebleven? Ja, ik heb ze helemaal schoon gemaakt. Hè. Helemaal schoon gemaakt, ja. Het moet wel voor het hart is, hè? Ja, dan moet ik weer. We liggen nou weer vol. We liggen weer vol. Daar zitten ze. De kropgoten. En
kan voegen. Nee, daar komt een ander voor. Oh, dat doet een ander. Ja, dat snij ik ook weer niet. En hoe heet dat nou wat u erop gemetseld hebt? Een kraag. Een kraag, net zoals wij hebben. Ja. Zo, even de schoorsteen aan het voegen. Ja. Mooi, hè? Ja. Nog net knap weer dat hoor. Ja, precies. Een stukje vakwerk, hè? Met waterglas, Bart. Ja. Zo lang mogelijk met die kettingen erbij. Die druk hier. Dat is Bart. Ik zal het even vertellen, want helemaal in vermomming. Moet je kijken. Nou, Paul. Yep. Helemaal in pak hoor. Hoi, hey. Zien op de film, Loes. Slaan is tevreden hoor, hoe je nu al staat. Nou, het heeft officieel bestemming kantoorruimte, maar ik staat 7 miljoen staat er leeg, vierkante meter, dus ik weet niet of dat al zinvol is. De blijdschap in Assen-Delft, het in het deurkamp zeggen, dit is nieuw, dat staat al eerlijk 2010 in toen het gemaakt is. De molen, de blijdschap was een dwangmolen. En wat is een dwangmolen? Dat betekent dat iedereen daar zijn.
Welkom. Iedereen moest daar laten malen. Dat was de middelmolen van Asdelft. Asdelft was een heerlijkheid van de heren van Asdelft. En in de loop van de 17e eeuw is dat recht van de heren afgekocht. Dan zou je denken dat iedereen vrijheid viert bij de overheid als net in het verleden en als nu. Net zo afpersen. In die tijd. Maar de overheid heeft ook goede dingen. Daar zal ik het zo meteen over hebben. Zegt altijd. Maar de bleef een dwangmolen. En vandaar dat we korenhalmen daar hebben en die rozen. En de datum R 2010. En dat geeft dus de dat is gewoon een nieuw glas en lood bij mijn. Kijk. In het vorige. Nou, jullie hebben net, waren net te laat. Ja. Snel als hij is het dan. Ja. Gaat ook wel. Hey, dat is net te laat. Dat stond dan lopen. Je hebt een cadeautje. Miljoenen spreeuwen.